Het is begonnen met door online naar video's te kijken van mensen die eigenlijk illegale treinen beschilderen en muren beschilderen. En dat trok vrij hard mijn aandacht. Middelbare school dan in aanraking te komen met schilderkunst en met tekenkunst ook. Ben ik dan meer naar het portret, meer naar realisme toegegaan. Vanuit die portretten ben ik beginnen op doek schilderen en dan beginnen op muren schilderen en zo eigenlijk verder gegroeid. Daar heb ik net een muur geschilderd aan de kantartfabriek. En dat was 30 meter op 4 meter hoog. Wat dat mijn grootste tot nog toe is, solo. Just een beetje van hoe groter, hoe liever eigenlijk. En te kunnen een stempel zetten en een beetje de omgeving veranderen. In de toekomst hoop ik dat ik nog veel grotere muren mag schilderen. En een grotere liever. Dat interesseert mij wel van de. Dat kunst in de straat meer te brengen en niet in een galerij of in een privéverzameling. Omdat je forceert iedereen die passeert om er met kunst bezig te zijn en niet alleen de mensen die er selectief voor kiezen om naar kunst te gaan kijken. Dat ik ook aangetrokken ben tot in dat straatschilderen en dat grote formaat schilderen omdat dat zijn impact heeft. Het is inderdaad een droom om naar het buitenland te kunnen gaan en om, grote muur te kunnen schilderen en om een impact te maken. Ik kan het niet voorspellen waar het juist naartoe gaat.